Naarmate je ouder wordt, heb je meer behoefte aan comfort. Makkelijk in een stoel gaan zitten en je er comfortabel in voelen is mooi, maar je wilt ook net zo makkelijk weer op kunnen staan. Daarvoor heeft Frans Stoffels Wooncomfort een oplossing. Gealux fauteuils. Prachtige fauteuils die door een scala aan variabele maten bijna op de persoon worden gemaakt. Kom dus rustig even proefzitten bij Frans Stoffels Wooncomfort aan de Rijksweg in Wittem. Ander interieur, jouw stijl. Demo Productions. Het adres voor verhuur en verkoop van professionele licht- en geluidsapparatuur. Door het gebruik van uitsluitend topapparatuur en door het enthousiasme, flexibiliteit en deskundigheid van ons personeel is uw evenement bij ons in goede handen. De verzorging van een discoshow voor 50 personen of de totale verzorging voor een open-air festival? Demo Productions levert het u. Demo Productions. Drive-in, sound, light. Och, hallo beste kijkers van Omroep Krijtland. Heb je ook dat vakantiegevoel, zo wie ik dat heb? Echt ergens lekker gewoon relaxen, een lekker zitje en dan genieten van een lekker glaas wijn. Lief lui, dat doet me een groot plezier. Wend hier op vakantie, gut. En dan neem je de camera mee. Het is een gaal wat voor systeem dat er had. Dat kennen we op Omroep Krijtland kennen we dat uitzenden. En wanneer ons dan een schön filmpje stuurt. En waar er zelfs nog de groeten op kan doen aan de ene of de andere. Dan weet dat naar de zomerstingense stop, weet dat uitgezonden, beste mensen. Dat had geen idee wat er mij toch met een groot plezier doet. Echt waar. En weer, terwijl we dat ik de groeten doen. We hadden er geen idee van. Ik doe de beste groet aan een Bertha bovenop een ijzer. Hey, proost Bertha. Ik ga het hier goed nu. Oh, sole mio. Voor is de oor alweer een dood. Er stond er een vuurtje oor drin. Felice, welkom beste kijkers bij weer een nieuwe uitzending van Omroep Krijtland. In 2008 vindt voor het eerst het marktenfestival Gulpen plaats. Dit festival bestaat uit 4 themamarkten. De eerste markt stond in het teken van boeken en Jeff Bonte en Jan van der Weijden gingen een kijkje nemen voor u. Het is zaterdag 21 juni en vandaag wordt de eerste van 4 themamarkten gehouden in Gulpen. Telkens van 10 tot 17 uur. Vandaag is het thema op deze eerste themamarkt boeken. En bij ons Kees Jenner van de organisatie. Kees, je hebt hier een aantal kramen ingericht of in elk geval geplaatst. Hoeveel stuks? 12 stuks staan er nu. Is dit een normaal gemiddelde of is dit om te beginnen ook echt een begin? Ja, normaal wel echt wel veel grotere markten en braderieën. Maar we hebben 12 inschrijvingen gehad, dus daar beginnen we dan mee en kijken hoe het groeit. Wil Jaspers, hoe kunt ze het voelen? Wat vindt ze van het initiatief om hij een Ierse themamarkt op Beuker in te richten?
Nou, het initiatief is heel goed. En zeker omdat er maar op dit gebied heel weinig te doen is in Limburg. We hebben ooit eens even begonnen in het kasteel Hoensbroek met een boekenmarkt. Daarna zijn we vervoerd naar het kasteel Limbrecht. Dat is helaas, geeft het ook niet meer door. Er is nog een boekenmarkt in Maastricht. En ja, nu deze. En dit, ja, dit juich ik alleen maar toe. Is dat echt zo dun gezaaid, Beuker in Limburg? Boeken, nee, wel boekenmarkten. Het ja, niveau qua aanbieding is ook minder als boven in Holland natuurlijk. Godzijdank had hier ook een afdeling Limburgensia. Dat was veel vroeg nog, Juus. Ja, ik heb heel veel Limburgensia. En ja, van alles. Hè. Ik heb plaatsnamen, ik heb Uwe de Mijn. Dat is heel veel gevraagd tegenwoordig. En de Limburg, dat is een hele goede afdeling, Limburgensia. Wie is de belangstelling na 25 jaar, de wegwijzer? Want er viert het zilveren jubileum. Is die groot? Ja, het is dus zo, we zijn op dit moment, de boekhandel De Wegwijzer is een begrip geworden. Op een gegeven moment was het dus zo van de lui komen in Wittem naar de kerk en liepen dan even binnen in de boekhandel. Maar tegenwoordig is het dus ook zo, ze komen bewust voor de boekhandel. En dat is ook omdat we dus een heel breed assortiment hebben. We hebben eigenlijk alles op het gebied van wat met kerk en te maken had, in samenleving en dat soort dingen te maken had. Dus ze kunnen in principe bij ons voor alles terecht. En het is niet alleen katholicisme, maar het is ook de islam, het is ook het jodendom, zeg maar, en alles wat ermee verwant is. En zo gauw er iets nieuws te maken, dus dan, we hebben het. We zijn dus ook bij de uitgevers al een begrip, dat ze het bij ons gewoon neerleggen. Mevrouw Hogeboom, 50 jaar in Gulpen, woonachtig en sinds heel kort in Wilder. Dan neemt de gelegenheid de bater boekenmarkt te bezoeken. Wat zit er speciaal nou op zoek? Ik ben speciaal op zoek voor kinderboeken. Omdat ik kleinkinderen heb en die logeren heel vaak. En dan wil ik ze het voorlezen en ook voor zichzelf. Omdat ze zichzelf gaan bezig kunnen houden. Dat oma toch het anders nog kan doen. De oma zelf had genoeg leeskost heen? Ik heb genoeg leeskost heen, maar eigenlijk het voor, van, leeft iets van 10 jaar, weet ze, ze kunnen lezen, maar ze kunnen alle twee nog niet lezen. Dus dat is echt boekjes hoe ze zelf gaat kennen, zelf hun fantasie kunnen dingen. Ja. Zijn de plaatjes heel belangrijk? Ja, heel erg belangrijk, ja. Ja. Had er al gevonden? Ik heb twee leuke boekjes van daarachter, heb ik twee leuke oude boekjes gevonden, hoe ze echt iets met kunnen doen, ja. Ja. En een nieuwe aflevering van Zorg voor U, deze week aandacht voor het Hospice Martinus in Mechelen, waar Gabby Kersen in gesprek gaat met een aantal medewerkers en een bewoonster. Mijn naam is Gabby Kersen. En welkom bij het programma Zorg voor U. In deze vierde aflevering praten we met personeel, een vrijwilligster en een bewoonster van de Hospice Martinus in Mechelen. Ik ben Doreen Jansen, 38 jaar en teamleider van Hospice Martinus in Mechelen. Ik ben Annie Weijers en ik ben getrouwd. Ik ben hier als vrijwilliger werkzaam en ik ben 62 jaar. We zitten hier in het prachtige torentje van de hospice. Naast mij zit Doreen Jansen en ik zal haar gaan vragen wat het nou precies inhoudt in een hospice te werken. Doreen, wat is nu precies een hospice? Een hospice is een voorziening voor mensen die met de laatste fase van het leven bezig zijn en waar mensen dan naartoe kunnen komen voor dat laatste stukje zorg te krijgen als het thuis niet meer gaat of goed in een ziekenhuis de therapie afgelopen is en toch het leven op korte termijn zal gaan eindigen, dan kunnen mensen hier terecht voor het laatste stukje zorg en hun zo goed mogelijk verzorgen richting het afscheid nemen van het leven, dus ook bezig zijn met het leven van mensen en wat ze
kunnen en wat ze nog willen. En toch ook voorbereiden op het naderend afscheid. En dan zeg je naderend afscheid, zit daar een termijn aan? Ja, niet heel specifiek. Ik denk, er wordt van uitgegaan dat er dan een levensverwachting is van 3 maanden. Ja. Je weet het nooit. Je weet het niet, hè? Nee. En wat doen jullie allemaal voor jullie bewoners, patiënten? Hoe noem je dat? Bewoners, zo noemen ze. Ja. Ja. Wat doen jullie daar allemaal voor? Ja, wat doen we er allemaal voor? Dat is heel breed. We proberen dus gewoon datgene te doen wat hij of zij fijn vindt, nodig heeft, prettig vindt. En dat zie je terug in de zorg. De lichamelijke verzorging. Of iemand het fijn vindt om dat heel uitgebreid de tijd voor te nemen. Of dat zoiets hebben van vandaag even niet. Even heel kort een wasbeurtje geven. Als ook gewoon aan bed zitten, dat ze dat dan fijner vinden. En daar een ondersteunend gesprek doen of gewoon er zijn. Dingen maken die ze lekker vinden. Mensen tot hun laten komen die ze nog willen zien. En waar ze nog vreugde aan beleven om te zien. Het is heel breed. Ik kan er eigenlijk geen kaders aan binden van wat we doen of wat we niet doen. Het is grenzeloos toch wel. Ja, dat klinkt heel prettig als ik het zo mag zeggen dan. Ja, dat hopen we dat het ook zo is voor mensen. En ja, moet zeggen van de dingen die we terugkrijgen van mensen, is dat het dat mensen toch in een heel warme omgeving komen en zich heel erg thuis voelen toch meteen. Ja, het is sowieso een stap om dit te nemen, deze stap naar het hospice. En mensen weten toch dat ze hier niet meer levend uitkomen. Het is toch echt de laatste gang van ze. Dus het is best emotioneel en mensen moeten toch even wennen aan ons ook weer. Ik ken het toch de mensen van de thuiszorg die naar thuis komen of misschien de mensen in het ziekenhuis. En het is altijd eventjes weer wennen en leren kennen. Maar ja, mensen hebben toch al heel snel zoiets van heerlijk, de rust hier. En niks meer hoeven en niks meer moeten, maar alles mogen. Ja. En dat is heel fijn voor te horen van mensen. Ja. Het wordt betaald uit de ziektekostenverzekering. Is het een onderdeel van een groter geheel of zijn jullie een op zich staande organisatie? Nou, het hospice valt onder de stichting Sevagram. Een grote organisatie met vele verzorgingshuizen, woonzorgcomplexen en een tak thuiszorg waar het hospice ook onder valt, onder de tak thuiszorg. Het is eigenlijk verplaatste thuiszorg hier. Ja. En als mensen denken van God, ja, dat lijkt me ideaal om die laatste gang nog te maken. Hoe komen ze dan bij jullie terecht? De mensen in de laatste levensfase, die bespreken dat vaak met de arts of specialist waar ze bij in behandeling zijn. Arts specialist bespreekt dat met hun. En die doen een aanvraag bij het CIS, van de indicatie aan te vragen voor hospice. En van daaruit gaat dat balletje zelf rollen en dan komen ze op de wachtlijst bij het zorgkantoor voor het hospice. Hoeveel bewoners kunnen hier tegelijkertijd terecht? En we hebben plaats voor maximaal 6 bewoners. Het zijn allemaal eenpersoonskamers met een hoogwaardig hooglaagbed. Met wat standaard inrichting, televisie, koelkastje. En er is een eigen badkamer met toilet en douchevoorziening. En dat is wel erg prettig voor de mensen. Ja, ja, mensen stellen zich het vaak voor of dat het een heel donker huis is. Of het een of ander zwart hol is. Maar het is toch gewoon een huis waar het leven ook doorgaat. Natuurlijk, hier staat het afscheid nemen en de ziekte van de mensen. Daar kom je niet omheen, maar hier wordt absoluut gelachen en iedere familie brengt zijn eigen sfeer mee. En er worden moppen getapt en er worden leuke anekdotes verteld. En ja, de gewone dingen van het leven gebeuren hier. Ja. En er hoort ook een traan bij van verdriet en naderend afscheid. Het lijkt mij een hele zware functie. Toch, je gaat met de dood om. Hoe beleef je dat zelf?
Ja, soms als zwaar, maar vooral als heel bijzonder. Ik denk, je mag heel dicht bij mensen komen. Mensen laten je heel dicht bij hun zijn komen en vertellen hun hele levensverhaal, wat ze hebben meegemaakt, hoe ze terugkijken op het leven en ook hoe ze tegen het naderende afscheid aankijken, of ze ergens in geloven, of of dat de hemel is, of een god is, of iets anders. Dat is heel mooi om te horen ook. Je maakt aan zich ook weer hele mooie, intieme momenten met mensen mee. Het zijn heel intens. De rust die je mensen dan toch ook kan geven door naar hun verhaal te luisteren en daarbij betrokken te mogen zijn. Het is heel mooi dat je dat mag gewoon. En ik zeg van, je krijgt iedere dag een cadeautje van de mensen voor hetgeen wat ze met je delen en hetgeen wat ze je meegeven van wat ze zelf hebben meegemaakt. Dit is de meditatieve ruimte in het hospice. Ik heb nu een gesprek met de hulpverlener, mevrouw Weijers. Mevrouw Weijers, u bent een hulpverlener hier in het hospice. Nou, ik zou liever zeggen een vrijwilliger. En hulpverlenen, dat hoort daar dan bij. Ik weet niet vrijwillig zijn. Ja. En hoe bent u er tot gekomen om hier dan als vrijwilliger te komen werken? Een mens die gaat zijn mensenleven dus. Hè. Je hebt een levenspad en op dat levenspad daar kom je dus eigenlijk allerhande dingen tegen. In het begin heb ik dus heel veel met vrouwen gewerkt. Dus, dat zet je dan toch al op een bepaalde weg. En ook dat ik merkte dus eigenlijk dat er altijd wel mensen in mijn buurt waren wat dus vroegen om een luisterend oor. En ik ben dus bij een avondwagengroep in Noordbeek. Nou, doen we dus ook met verschillende dames dus de avondwagens verzorgen. En dan heb je dus ook al eigenlijk iets met ziekte, doodgaan te maken. En toen deed zich dus het feit voor dat hier in Mechelen dus het hospice werd geopend. En we zijn dus met 20 mensen in 2002, oktober, november, begonnen dus met een cursus. Om hier dus als vrijwilliger te mogen werken. En dat is, dat mogen werken bedoel ik dus ook. Het is een voorrecht om hier te mogen werken als vrijwilliger. Maar wat houdt nou precies het werk in? We worden ingeroosterd dus en ieder geeft dus aan hoe vaak of je hier dus per maand wil komen werken. En kan ook komen werken door andere vrijwilligerstaken of werkzaamheden wat mensen doen. En je kunt dus werken van 8 tot 1, van 1 tot 6 en dan nog de avonddienst van 6 tot 11. Je komt dus 10 minuten, kwartiertje van tevoren ben je dus hier in het hospice aanwezig en dan doe je dus met de vrijwilliger een overdracht houden. Je doet dan doorspreken welke mensen, welke bewoners dus in het huis aanwezig zijn. Soms neem je afscheid vrijdag en de week daarna vrijdag, dan is er iemand dus niet meer aanwezig. Dus dan kan het zijn dat je lege plek opgevuld is door een andere bewoner. En het is toch wel prettig om dan te weten wat er eigenlijk met deze mensen aan de hand is en ook hoe ze het beste begeleid kunnen worden. Dus dat wordt dan doorgesproken. Daarna dan ga je dus kijken, opruimen of de mensen, als een belletje gaat, dan ga je naar boven doen, zeg je, mevrouw, meneer, kan ik iets voor u betekenen? En dan hoor je of iets drinken of als er iets anders aan de hand is, dan ga je dus de verpleegster of de verpleegkundige halen of de verzorgende. Want sommige dingen mogen wij dus niet hè, als vrijwilliger. Hè. Je mag dus nooit pillen geven of medicamenten, dat mag dus niet, dat is niet onze taak. Hè. Onze taak is dus om te begeleiden. Dus ik denk dat mijn taak de eerste 5 jaar is geweest om een glimlach te brengen en om lief te zijn of om iemand zijn hand vast te houden of om een luisterend oor te bieden ook aan de mensen wat dus familieleden van de bewoners hier. Hè. Dus het is ook heel bijzonder dat je daar ook iets voor mag betekenen. Ja. Maar de dood zelf is dus in feite doodgaan. Je mag erbij zijn, maar de laatste stap doe je toch zelf. Hè? Dus ieder mens wat doodgaat,
doet de laatste stap zelf. Ja. Maar het is een grote eer als je dat laatste intieme moment... Ja, als je daarbij mag zijn, dat is heel bijzonder, ja. Heel bijzonder. Ja, maar mag ik nog één ding zeggen? Wij werken dus voor steunpunt mantelzorg. En dan kijk ik even recht in de camera. Het is natuurlijk zo dat er ook een verloop is aan vrijwilligers. En als je iets voelt hier in je hartje, dan geef je dan op om hier ook als vrijwilliger te komen werken. Want je groeit ervan en je krijgt zoveel liefde van de bewoners wat hier zijn, dat je... Je weet niet wat je overkomt. We zijn hier op de kamer van mevrouw Hogeboom. Ze heeft ons uitgenodigd voor een interview. Welkom. Dank u. Mevrouw Hogeboom, natuurlijk de eerste vraag. Hoe is het met u? Vandaag goed. Eén dag goed, één dag minder goed. Maar vandaag heb ik een redelijke goede dag. Nou, zijn we blij dat we u op een goede dag getroffen hebben. Misschien een persoonlijke vraag, maar waarom bent u hier? Ik ben in mijn laatste fase. Dus ik weet, ik ben terminaal. En ik ben blij dat ik hier ben. Ik vind hier rust, veiligheid. En ik kan iedereen die in diezelfde fase zit, zo'n thuis. Dus... Die liefde en die zorg wat we hier krijgen, die kun je nergens anders krijgen. Het is geweldig. Iedereen. Iedereen wat hier is, of het nou vrijwilligers zijn of het medische personeel. Ze zijn allemaal even lief en even... Ja, je voelt je in familie. Ik voel me thuis, veilig. Ja, dat lijkt me heel erg prettig. Ja, dat geeft je de rust. En de vrede. Je leeft naar iets toe waar je niet... Je komt er niet onderuit. Je kunt er niet onderuit, maar je leeft er naartoe met vrede. Er is geen wrok meer, er is geen opstand meer, er is niks meer. Het is zover. Ik heb mijn leven gehad. Ik leg straks mijn hoofd neer. En ik ben blij dat ik het mag doen in deze omgeving. Daar ben ik ontzettend blij. Ja. U zegt deze omgeving, ik zie dat een hele hoop persoonlijke spulletjes hier zijn. Ja, ik heb geprobeerd, de kinderen hebben geprobeerd om mijn kamer van te maken. Mm-hmm. En ik voel me hier ook happy, maar als ik me enigszins goed voel, ga ik toch naar de huiskamer. Voor het gezelschap. Ja. Want anders vereenzaam je als je de hele dag alleen hier zit. Dus ik ga eten en alles, dat doe ik in de huiskamer. Als ik moe ben, dan kom ik me hier rusten of wat lezen of wat ook. Mijn dochter zei tegen me, je bent in een 5-sterrenhotel. Nou, beter kunnen we ons niet wensen dan, hè? Ja. Natuurlijk is de omstandigheid waarom u hier bent, de laatste fase, zoals u het zegt, is niet... Nee, het hoort dit niet. Ja. Het hoort erbij. We hebben alles kunnen bespreken. Ik kan het met mijn kinderen, met mijn dochter bespreken, met mijn kleindochter. We kunnen er open over praten. Er wordt gehuild. Er wordt nog heel veel gelachen. En je weet, het einde nadert. Ik voel het. Ik voel elke dag de grenzen dichterbij komen. Je moet inleveren. Maar ik heb er vrede mee. Ik heb er vrede mee. Ik kan mijn hoofd neerleggen en inslapen. Ik ben gerust. En dit heb ik hier gevonden. Voordat ik hier was, had ik die vrede niet. Had ik die onrust niet. Toen was ik nog opstandig en... Hier heb ik vrede gevonden. En dat is heel veel van de mensen hier. Het is een mooie omgeving, alles, maar het zijn vooral de mensen wat te doen. Ja. Ja. En ik heb gehoord dat familie hier altijd welkom is? Ja. Ze mogen dag en nacht kunnen ze komen. Ze zijn altijd welkom. Ze worden verwelkomd. Ze worden verwend met van alles. He, want mijn kleindochter die komt wel naar haar werk, komt die binnenlopen, dan is het 5:30. En dan schuift ze soms aan tafel. Eet ze met ons mee. En dat geeft zo'n gezellige sfeer. Geeft dat. Het is zo familiaal. Het is, jawel, het is heel fijn. Bijna een beetje thuis. Ja. Ja. Op welk moment van de dag kun je beroep doen op,
of op een verpleegkundige of op een vrijwilliger. Je hebt altijd een luisterend oor. Soms heb je behoefte aan iemand om te praten. Ze zijn er. Ze nemen de tijd, ze komen bij je zitten. Ze zijn er gewoon. Dat is zo heerlijk. Zo heerlijk. Tijd voor amusement dan nu. Welk voorwerp zou er deze week de revue passeren? Kijkt u naar een nieuwe aflevering van Wat has ze dat dan? Welkom allemaal bij de laatste uitzending van dit seizoen van Wat has ze dat dan? Zo wie er zit, zit ik weer in Café Allure. We hebben publiek, een gast, Joep Soré, en die andere twee panelleden. Maar ik wil ook eerst het antwoord van de vorige keer bekendmaken. Het goede antwoord was antwoord A. Peter de Hozens geleken, jong. Zoals het wordt goed. Zoals altijd. Het wordt een stempel voor in de boter. Ik hou het niet gedacht, maar het wordt goed. De winnaar of winnares verschijnt die onder in beeld en wint deze schone beerpul van Gulpen naar Beer. Meneer Mertens, kunt u mij vertellen wat dit eigenlijk voor een dingetje is van de rekening? Deze stempel wordt vroeger gebruikt door de keurmeester, want de boeren op de markt stonden en ze houden zuivelproducten bij. En er wordt onder andere dus ook echte boerenboter bij. En als die boter wordt goedgekeurd, dan zat de keurmeester de stempel op het pakje en dan wisten de lui dat die boter goed wordt. En dat is de functie van dit dingetje. Het schoen weer is weer begonnen en de feesten en festivals zijn al in volle gang. Ik heb Joep Soré zitten, voorzitter van de Beerfeest in Gulpen. Welkom. Dankjewel. Kan maar mij gaat meer vertellen over de dagelijkse bezigheden nu, want er zit natuurlijk volop in gang. Ja, we zitten midden in de organisatie, dus er wordt regelmatig vergaderd. We zien de contracten aan het afsluiten, de reserveringen aan het doen. Ja, alles loopt eigenlijk volop. En wanneer zijn nu de exacte datum, ik kom er gaan niet meer op, maar ik was mijn kans nerveus, van de beerfeesten? Elk jaar is de derde weekend van augustus. En dit jaar is dat, ze zien vroeg, dit jaar is het 15, 16 en 17 augustus. Oké, dankjewel. Nou, Jan, het is er fleurig goed. Ja, mooie weer hè, Linda. Ik heb het meteen aangepast. Ja, nou Peter, dat kent ze dich wel, ik ga vanaf kijken hè. Wie bedoelt ze dat? Ja, Kiens, wie er bij je zit. Ja, hij is een uitzondering. Maar nee, hij is een uitzondering. Peter, ik vind het ook schön als stoel hier. Dankjewel. Oké, nou, ik wil naar het voorwerp. Het staat hier voor. Nou, zo wie er kan zien, het schiet heel oud. Denk ik dan tenminste, want het is flink broes. Nou, ik zie dat het weekend gaat drieën. Er zitten twee handvaten aan. Ik zou niet weten wat het is. Ik ben eens heel erg benieuwd wat de Lupenstraat hiervan zagen. Oh, rotzooi. Vlam, hoor. Wat heet je maak weet. Zou we niet weten. Is dat een betaalde seks hoor? Oh, wat rotzooi. Malen is. Ik zou maar zeggen, een soort knoflook pers. Het zal vergeten malen, zie je. De hand is schik aan hem. Zou ik niet weten. Nee. Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Oh, wat rotzooi. Het vergaan te malen of... Het zou kennen voor het vierde maal, maar ik anders zou je niet weten. Ik weet het, ik heb wel oude rotzooi bij Joost, maar dat heb ik niet. Nee. Nou, we hebben de meest uiteenlopende meningen gehoord. Ik ben eens benieuwd wat onze gast denkt dat dit is. Alsjeblieft. Ach, kijk. Je maakt het wel moeilijk deze keer. Voor de mensen. Dit is echt oud. Het is ook niet van hey, hè? Dus, nee? Ik denk dat het door Amerika komt. Oh. Door wordt het gebroek. Door goudzoekers. Het is... Goudzoekers. Anders vast. Anders dan maakt dat zo'n herrie.
Als ze dus water in. Ja. En hier groeien ze zeg maar, de zand uit de rivier of weet ik wat zand en kiezel en weet ik wat ze hier in. En goud. En, ja, en goud, hè? Hopelijk. Hopelijk. En dan. Hier had ze dat mee vast. Ja. En dan geeft ze hiermee draaien. Ja. Waardoor de zand eigenlijk allemaal tussen die geertjes door. Ja, samen. En wat ze overhaalt is hopelijk goudkorreltjes. Oh, en die ken je, die hoeft ze dan eten. Dat is zo. Houdt wel dingen ringtrek aan de leggen, hè? Houdt het. Dat kan elkaar zetten, hoor. Dat is met de dierbaar. Oké. Okay. Nee, dus het is een, wie het eigenlijk precies het apparaat, weet ik niet. Een goudmolen misschien, hè? Dat zou kunnen, ja. Ja. Een goudwas centrifugeapparaat. Daarom is het natuurlijk ook zo'n heel mooi woord, hè? Ja, daarom is het al zo'n roes. Nee, water kunt er in. Oh, ja, maar ook toch de ouderdom, hè, Joop? Dat is heel oud, hè? Doe liefst wel niks van, hè? Ja, zo. Ja. Noord-Trajaan is wat minst dat Trajaan denk ik. Ja. Nou, het is natuurlijk, het is iets anders. Het is iets anders. Het is inderdaad ook weer iets om te scheiden, maar het is heel iets anders. Het komt uit de streek hier in Limburg. En het is gewoon tarwe, dat wordt gemalen. En dat werd dus op een gegeven moment de zemelen scheiden van de bloem. Jawel, en dan gebruikt ze dit hier. En dat mengsel, dat stopt ze hierin, inderdaad. Dat kan ze hierin stoppen, zie je? Daar staat mengsel in. En dan legt ze het weer erin. En dan draait ze ermee. En dan scheidt ze dus de zemelen en de bloem. De bloem. Dat is wel een maar dat is hetzelfde met dat goud ook. Wat dacht ze daarvan? Ja? Zet ze toch gewoon een trechtertje op en dan schudt ze ja, dat zou best kunnen. Bij hebben ze gewoon bloem, hebben ze er al voor dicht door. Ja. En de draaisjes, maar dat is gewoon zo. En de draait er niet. En dan blijven de zemelen achter. En de bloem zit achter in het bakje. En ook, die kent ze, dat kent ze met bakken. Ja, dat is het. Bloem moet dan een bloemmoorden of wie zit er in het ja, zoiets is het. Kom eens hier, Jan. Ja, Peter vertelde het aan. Ik zal het u eens precies uitleggen wat het is. Dit wordt namelijk gebruikt in de kersttijd. Kersttijd? In de kersttijd, in de maanden november. Te maken. Meneer Van der Weijden, mag ik even? Ja, in de maanden november, december, januari. Goed. Wat is namelijk het geval? Dit is namelijk slagmaand. Dit is namelijk een noten- en kastanje-rooster. Wat geeft dat als namelijk als volgt? Dit hier, dat onderste gedeelte, gaat naar een fornuisje in. Dat wordt namelijk verwarmd. Hierbovenin gaan de nootjes. Het past toch nooit, Peter? Dan gaan de kastanje erin en de nootjes. Past toe dat voor kastanje? Van die klein kastanje. Oh, ja. Elite kastanjes noemen ze oh, dat. Oh, sorry. Hazelnoten. Dan weer het ganse verwarmd en dan drieën me hier rustig. Ja, beukennoten, mag ik even, heren? Ik heb u ook de kans gegeven. Dan weer heel rustig dan met je drieën. Noem eens bezigheidstherapie, het geheel werd dan geroosterd. Dus dit is een noten- en kastanjerooster. Oh. Nou. En daar wou ik het bij laten. Doe dat maar. En de Basel wat iets wijder, wat de Dutch Leed op kreeg. Ja, joh. Nou, dan kun ik de Basel, zo je Peter het zet, nog eens samenvatten. Denk erheen dat het antwoord A is voor de noten en kastanjes met de roosteren. Denk er dat het antwoord B is voor het goud om het oud te filteren? Of denk je dat het antwoord C is? Wie noemt ze het? Bloem, hè? Touwenbloem, te scheiden van de zemelen. Ja. Nou, stuurig antwoord naar Omroep Krijtland. Het werd nog een keer vermeld op de kabelkrant. Graag reageren dan 14 dagen naar de uitzending. En het adres verschijnt u onder in beeld. Ik ben erg benieuwd naar uw reactie. Zo wie er weet, is dit de laatste aflevering van dit seizoen. En je hebt misschien vaker gezien dat je om van een heerlijke vlaai op de douche. Nou, het kreeg voor gesponsord van Café Allure. We hebben ook deze mooie opnames hier mogen maken. En dan wil ik voor Café Allure van harte voor bedanken. Met haar mascotte, de Victor, wat u er vaker in beeld hebt gezien. Natuurlijk, echt weer. Ik koos niet zonder een gestoord. Dus hartstikke bedankt, echt weer. Ja, volgend seizoen weg? Zeker weten. Zeker weten? Doen ons best, hè. Ja. Onze gast Joep Seré, ook bedankt. En heel veel succes met de bierfeesten. Dankjewel. Ik hoop dat het groot succes werd. En natuurlijk ons publiek, zonder u houden we dit niet kennen. Bedankt allemaal. Misschien tot de volgende keer bij Wat Haste Daardoor. Oh.
Voor deze week bedankt voor het kijken en hopelijk weer tot de volgende week.